Coroni staat op het punt een nieuwe toeristische attractie te verwelkomen met de ontwikkeling van het Tatakolinplein, de Wakapassi. Dit project, dat parallellen vertoont met het bekende Wakapassi in Paramaribo, wordt uitgevoerd door het directoraat toerisme van het ministerie van Toerisme, Communicatie en Transport. De symbolische start van de bouw vond plaats op 11 oktober. Het plein zal een uitnodigende ruimte bieden voor zowel inwoners als bezoekers, met mogelijkheden om te ontspannen, lokale producten aan te schaffen en meer te leren over het district. Wakapassi Coroni zal niet alleen cabanas bevatten voor de verkoop van lokale producten, maar ook een informatiecentrum, voldoende parkeergelegenheid en een busterminal. President Chandrika Prasad Santokhi benadrukte het belang van het project voor de toeristische mogelijkheden van Coroni. Tegelijkertijd hoor ik ook dat dit project bestemd is als een soort transit van mensen die vanuit Paramaribo en andere delen van Suriname richting Coroni, richting Nikeri gaan. En omgekeerd vanuit Guyana, Nikeri richting Paramaribo en andere gebieden gaan. Dat hier een tussenstop gemaakt kan worden. Met toeristische faciliteiten, met lekker eten, met ook sanitaire mogelijkheden. Dat is geweldig. En ik denk dat we dat moeten toejuichen. Dit gaat ook bijdragen, namelijk dat de producten die hier in Coroni geproduceerd worden, ook afgezet kunnen worden in die cabanas. De bouw wordt uitgevoerd door het aannemingsbedrijf Sifcon onder leiding van Suraj Udit. Met een verwachte oplevering over 8 maanden. Het directoraat toerisme hoopt met dit initiatief de verdere ontwikkeling van Coroni te stimuleren, zodat het district zijn potentieel als toeristische bestemming kan realiseren.